Na 2 minuten liepen de eerste mensen al weg. En toen heeft het nog een kwartiertje geduurd. En toen liepen de volgende mensen weg. En wat ik wel opvallend vind, was dat de grotere groepjes daarna waren, leken Marokkaanse stelletjes te zijn. Ik weet niet, misschien... Is dat dan niet de smaak? Ja, het gaat over vorstjes, dus is varkensvlees. Dus misschien mag je daar ook niet naar kijken. Ik weet ook niet. Hey, we zijn Jasper en Iwan. Heb je altijd al een lesbische taco orale seks willen zien geven aan een broodje, terwijl een worstje, een bagel en een fajita masturberen toekijken? Dan is Sausage Party de film voor jou. De meest verdorven, grove animatiefilm die jij dit jaar gaat zien. Sausage Party speelt zich af in een supermarkt. En het gaat over een worstje die verliefd is op een broodje. Ze zijn voorbestemd om bij elkaar te komen. En ze denken dat mensen... die boodschappen een soort van goden zijn die ze naar een betere wereld brengen. Maar dat blijkt net anders te zijn. Ze komen er eigenlijk achter dat ze worden opgegeten en gruwelijk aan stukken worden gesneden. Het eten is wel levend, ja. Maar dat weten wij natuurlijk nee, niet. Nee, wij weten niet dat het leeft. En zij zijn in de volle veronderstelling dat de mensen dat wel weten. Gek genoeg zit er nog het hele Palestijns-Israëlisch conflict zit ook nog in de film. Dat is toch heel logisch dat je dat in de film bespreekt. Ja. Een hele toffe stemmencast. Seth Rogen, die speelt het worstje. Kristen Wiig speelt het broodje. Salma Hayek als de taco. Edward Norton als de bagel. James Franco zit erin. Het is de hele cast van This is the End plus nog wat extra. En het is ook echt zo'n soort film. Het is echt een crazy film is dit. Ja. Hij is niet altijd even leuk en hij is misschien iets te lang. Hij sleept ook op sommige momenten een beetje. De punten dat ze het verhaal er weer in proberen te brengen. Dan denk je altijd even van oké, get on with it. Ja. We willen gewoon even wat meer weer humor en grapjes en dat soort dingen. Ja. Maar er zitten echt een paar hele toffe vondsten. Bij Vlagen is het echt een soort van Team America, South Park-achtig. Ding. Daarover gesproken kunnen we denk ik ook meteen wel zeggen dat het niet het niveau hangt. Ja, het is net geen. Het is niet zo goed als Team America. Nee. Kortom, het is een hele platte film. Maar hij heeft ook momenten van genialiteit. Hij is heel grappig. Hij is misschien niet te lang. Hij sleept een beetje. Maar het is wel kostelijk. Maar je moet hier wel van houden. Mijn moeder zei: hey, ik ga van de week naar Sausage Party. Oh jee. Ja. Maak ook absoluut niet de vergissing dat je denkt van... oh, dat is een leuke tekenfilm waar ik met mijn kinderen naartoe wil. Nee! Don't do that! Ga niet met je kinderen. Nee. Of andersom met je ouders naar deze film. Dan kan je elkaar in de auto, op de weg terug in de auto, kan je elkaar gaan niet meer aankijken. Ja. Ik geef de film 4 sterren. Omdat ik het gewoon een hele grappige comedy vind. Ik vind het misschien wel de grappigste film die ik dit jaar gezien heb. Gewoon heel tof. Ik twijfel een beetje tussen 3 sterren en 4 sterren. 3 sterren omdat ik ook wel vond dat er echt een paar... zwakkere momenten in zaten en omdat hij niet dat genialiteit van Team America of South Park heeft. Alleen daartegen, helemaal kostelijk vermaakt. Dus wat dat betreft is het eigenlijk wel gewoon een 4-sterren film. En laten we het een beetje positief houden. Dus 4 sterren. Ja. Nou, dat was onze review van Sausage Party. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog, duimpje omlaag. Laat je comments achter hier in de reacties. En ja. Abonneer. Abonneer natuurlijk. Tot de volgende keer. Bye.